en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met het frame. Hierin gaan we een boeket maken. Dus echt even iets apart. En dat gaan we allemaal een beetje in de wit tinten. Mooi rustig, natuurlijk houden. En ja, dat gaan we maken. Wil je dit nou opmaken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je alle materialen kan bestellen. En dan gaan we gauw aan de slag. Als eerste is het belangrijk dat je frame goed stevig is. Dit is gewoon een plat frame, er zit geen handvat aan, dus dat gaan we even bevestigen. En dat doen we met dik ijzerdraad. Hierin maken we een lusje. En die bevestigen we een beetje in het midden. Of in het midden. Ik zorg dat we straks 4 of 5 punten hebben wat weer samen bij elkaar komt. Zoals je ziet heb ik hem er doorheen gehaald en die maken we even goed stevig vast. Draai hem ook echt stevig vast, zodat je frame straks goed stevig wordt. Het is altijd belangrijk als je met een frame werkt, dat je basis gewoon goed in elkaar zit. Gaat hij wiebelen, dan heb je gewoon nog geen goede basis en is het heel moeilijk om een goed boeket te maken. Dus bevestig dit goed. Dit ga ik op verschillende punten doen, zodat hij goed stevig in mijn hand valt. Een stukje ernaast. Zoals je ziet heb ik nou op 4 punten de ijzerdraden en deze maak ik weer samen in 1. Dit wordt dan ook je handvat. Dit wikkel ik even goed vast. En dan merk je echt al dat hij goed stevig in elkaar zit, dat hij goed in je hand valt. Gaat hij kiepen, dan is het belangrijk dat je hem nog even extra vastmaakt met een extra ijzerdraadje. Zorg dus dat je deze basis echt goed voor elkaar hebt. Dan kunnen we nu gaan beginnen met de bloemen. Het leuke aan dit frame is dat je er tussendoor kan steken en daardoor een heel mooi effect krijgt met je boeket. Dat is ook wat we gaan doen. Ik heb allemaal witte bloemen uitgekozen, waaronder ook weer strikjes. Als je die wil maken kun je dat terugvinden in de techniekles. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje. En deze steekt eigenlijk gewoon tussendoor. Ik wil een beetje vanuit het midden werken. Dus hierbij verdeel ik dus ook de strikjes een beetje in het midden. En ik bind dit korenschoof. Het is heel belangrijk dat je de korenschooftechniek onder de knie hebt. Deze vind je ook in de les, dat ik hieronder ook in de beschrijving. Heb je dat nog niet onder de knie, ga dat dan eerst eventjes oefenen. Dan doe ik de asparagus erbij tussen. En zoals je ziet is de baas echt al prachtig. En hiertussen gaan we de bloemen verdelen ook op hoogte. Het is dus eigenlijk meer een structuurboeket, maar dan in een frame verwerkt. Het is soms wat lastiger omdat je eventjes je plek moet vinden tussen het frame. Dus even kijken of je bloemen ertussen passen. Kijk, echt prachtig. Een mooie gerbera. En dit frame is dus ook zo geschikt omdat je daar gewoon heel makkelijk mee kan werken. Deze gerbera's verwerk ik weer op hoogtes. Pas op dat je niet te stevig je bindpunt hebt, dat je bloemen niet breken. Dus knijp je bloemen niet te ver samen. Dan heb ik hier prachtige zuidenwindlelies. Die zijn wat dikker van steel, dus even kijken. Ja. Voorzichtig er doorheen. En ik bind hem dus weer korenschoof. Ook deze verwerk ik op hoogtes naast elkaar. Kijk eens hoe prachtig. Kijk, dat is echt heel mooi. Echt apart, hè? Dan heb ik hier een prachtige groene anthurium.
Deze vind ik zowel mooi om hoog als laag te verwerken. Ik zet hem nu wat lager in, maar die kun je ook heel mooi hoog verwerken. Zoals je ziet blijf ik ondertussen elke keer het boeket draaien. Een prachtige witte roos. Witte lysianthus. Echt heel mooie, sterke bloem ook. Hier nog een hele mooie kopgrisant in het wit. Even een mooie body in het boeket. En in het midden. Dan werk ik ook nog een mooie zuiderwindlelie. En zoals je ziet hebben we dan echt een prachtig boeket in het frame. Je kan hem eigenlijk zo groot maken als je zelf wil. Maar ik vind het ook erg mooi als je frame nog wat zichtbaar is. Dus dat was weer de les van vandaag. Een apart stuk, maar ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk, doe een duimpje omhoog en abonneer gratis op het YouTube kanaal. En bestel het pakket om lekker zelf mee aan de slag te gaan. Je kan aangeven welke kleur je wil, dus wil je liever een andere kleur. Is het ook geen probleem, geef het er gewoon eventjes aan en dan komt het pakket jouw kant op. Heel veel succes en tot de volgende keer. Doei!